Ik vind het echt vet. Dit is echt gewoon een soort van droom. De eerste keer ooit sinds de basisschool met z'n tweeën naar school of werk fietsen. Hoe leuk is dat? Daarom moet sinds kort ook in één keer naar het station fietsen. Dit is de eerste keer dat we tegelijkertijd het station gaan bezoeken. Ik vind het wel grappig. We gaan weer een Foxpop opnemen en ik heb iets ontdekt. En dat is namelijk mijn tweede verslaving. Ik heb natuurlijk chocomel. Mijn tweede verslaving is een kipcorn uit de kantine. Ach, heerlijk. Wat gaan we doen? Wat voor idee? Wie is dat idee eigenlijk bedacht wat we het nu gaan vertellen? Merel. Dat is een persoon die niet in de vlog wil. Oké, wat is het idee? Het is dierendag. We gaan naar dieren. Voor dierendag. Leuk, hè? Spraakzaam persoon. Jij ook al. Hey, yo. We zijn in dieren. Kijk, Martijn doet de interviews vandaag. Vind je ervan, Keran? Tot nu toe? Leuk. Het is wel warm. Maar lekker warm. Maar wel warm. We hebben nog bijna niks gedaan. Hè? We hebben nog maar één iemand gedaan. Oh, daar is geïnterviewd. Dat je rare bedenkingen krijgt. Kijk, het is toch content, dames en heren? Gebeurt er wat? Dit is een foto. Oh, weet je, weet je wat het is, een foto? Ja, ik had het toch niet door dat je de dag achter had getypt. Nice. Kijk, hier is de trein. Wat een interessante informatie. Wat een top vlog dit. Jij liep binnen door het shot heen. Je staat op de achtergrond. Echt een mogol, man. Als je dat deed. Ramon heeft het overgenomen. Wow, je hoorde gewoon ook mensen schreeuwen toen die trein langs kwam. Holy shit, wat ging dat ding hard voorbij. Ik sta nu verstopt achter een lift, want Ramon ging in één keer mijn kant op filmen. En dat is eigenlijk niet de bedoeling dat ik erin voorkom. En Sandaar, zie je dat? Daar staan ze, Ramon filmt mijn kant op. Dat is niet de bedoeling, Ramon. De volgende keer als je dit hoort, alsjeblieft, zeg even wanneer je begint met filmen. Ik heb het de hele tijd over dat het bijna winter is. Maar vandaag is het weer bijna zomer. Het is ontzettend warm. Heerlijk. Het enige nadeel is nu wel, Ramon heeft dus de camera overgenomen. Dus ik ben nu nutteloos. Nou ja. Niet helemaal. Ik mag lekker op de spullen gaan passen. Want het is dus lekker warm. Het is fantastisch heet weer. Dus we hoeven geen winterjas aan. En die tassen geven me zweet terug. Dus ik ga hier nu lekker een beetje chillen. Wachten tot zij klaar zijn met interviewen. Kijk dan, wisten jullie nog dat er stoomtreinen reden? Je kan hier gewoon een stoomtrein huren. Kijk, Veluwse dierenstoomtrein. Ze mogen blij zijn dat het geen stoomtrein is. Tegenwoordig met die gasprijzen is dat niet meer te betalen, denk ik. Ik, Ramon, kijk zojuist zijn eigen vlogbeelden terug en hij is er niet tevreden over. Nee, kijkertjes van Kerans vlog. Dit is niet een nieuwe carrière voor mij. We zijn terug in het gebouw des NS. Oh, we hebben wat leuke interviews opgenomen. Waren gezellige mensen, leuke mensen in dieren. Als je in dieren woont, weet ik veel. Ik ben boe. Echt? Ja. Ja, dit is dus echt mijn droomcamera. Dit is echt luip. Maar yo, dit is echt gewoon, zo wil ik mezelf elke dag zien. Ja? Met zo'n camera, ja. Maar yo, ik film nu gewoon met een van de camera's. Dit is een voor mij mindere versie van mijn droomcamera. Wow, yo, wat lijp, gast. Nee, dit is dus echt een van mijn... Als het goed is als ik hier naartoe ga, hij heeft f2.8, dus hij moet dit ook nog wel goed kunnen pakken. Ik vind het echt vet. Dit is echt gewoon een soort van droom voor mij. Ja. Nou. Hier, ik kon het natuurlijk niet laten, we zijn net terug. Boom, chocomel, hebbes. Oké, ik vond het echt even heel vet om hiermee gefilmd te hebben. Wow, ja? Yo. Ja, dat vind ik echt vet.